8 oktober is echt de belangrijkste Alkmaarse dag van het jaar. Het mag inmiddels een bekend verhaal heten. De kaaskoppen versloegen en verjoegen in 1573 de Spanjaarden. En om dat een blijvertje te maken, werd ruim 100 jaar later het ontzetmonument met godin Victoria onthuld. Die kreeg dit jaar een flinke opknapbeurt, zodat het officiële deel van de herdenking bij een spik en span victorientje kon plaatsvinden. Want 8 oktober is Alkmaar en Alkmaar is 8 oktober. 8 oktober vieren met elkaar, dat is voor een deel gewoon onze identiteit. We hebben het Grote Raam, we hebben AZ, we hebben Kaas en we hebben 8 oktober. En dan vieren we het met elkaar, dan voelen we ons saamhorig, zijn we met elkaar trots op de geschiedenis van onze stad. Alkmaar, Alkmaar, Alkmaar! En het allerbelangrijkste is, we ontmoeten elkaar en we leren elkaar weer op andere manieren kennen. En dat is gewoon ongelooflijk belangrijk om dat elke keer weer opnieuw te doen. Dit jaar voor de 451ste keer. Best spannend eigenlijk. Want zelf heb ik dit niet eerder meegemaakt, sowieso niet. En het gebeurt maar één keer. En ik ben het maar een jaar, dus je hebt maar één kans. Na de herdenking in het Victoriepark is het voor de jongste tijd om zich te melden voor de traditionele en jaarlijkse lampionnentocht. Je moet het echt letterlijk met de paplepel in meegeven. En dat doen we ook. Hè. Juist de kinderen op de basisscholen, dat zijn misschien wel onze fanatiekste 8 oktobervierders. En dat is een heel mooi begin voor hun toekomst, zou ik zeggen. Ja, het wordt gevierd omdat het nodig is. Dus ja, vind ik wel belangrijk.